te liken en te abonneren. De film gaat zo dadelijk beginnen. Mama, er is een meisje en die verkoopt iets. Ik ben een jongen. Is jouw lievelingsdier ook een okapi? Is het echt? Van mij niet. Ik vind het wel heel mooie dieren. Maar vooral van Elias. Dus ja, van mij. Ik vind ook heel veel andere dieren mooi. Maar vooral van Elias is dat. En vroeg jij het echt ook? Ik niet. Nee, die zelf vroeg ik niet. Ja, nee, ik weet niet. Ja. Sommige mensen doen dat graag. Zij worden hele goede vriendjes en zo raak ik ook bevriend met de papa van Binti. En dan gebeurt er van alles, maar daarvoor moet iedereen gaan kijken. En wat verwacht jij van de film? Ik heb de film al gezien, dus er valt niet veel te verwachten. Het is een goede film, een mooie film, met een mooie boodschap. Ja. Ik ben Frederike. Wat moet ik allemaal zeggen? Ja, wie dat je bent. Ah ja. Ik ben Frederike en ik ben de regisseur van Binti. En hoe ben je eigenlijk op om deze film te maken? Heel graag een film maken over een meisje dat eigenlijk een beetje een heldin was. Dat wil ik heel graag doen. En ook een vriendschap tussen twee kinderen. En dan ja, ik vond het idee dat kinderen soms hier geboren worden en hier opgroeien en hier naar school gaan en dan naar een land worden gestuurd waar ze nog nooit zijn geweest, vond ik eigenlijk heel chockerend. Dus dat wou ik graag. Is dit jouw eerste film dat je hebt gezien? Ja, het is mijn allereerste langspel. Ik heb wel korte films gemaakt, maar dit is de eerste langspel. Wil jij Ah ja, bijna
Anne Beloy en ik organiseer Superstar. Dat is een stage voor kinderen. En op die stage zat Bebel. Ik heb het scenario al gelezen van deze film en ik zei tegen de regisseur, Frederike, ik heb u Pinty gevonden. Ze heeft ongelooflijk veel moed en talent. Geef haar liefde en een daverend applaus, want hier is de enige echte blijde. En kijk, ze zou die ze komen doen en wie speelt ze de hoofdrol in deze film? Ik speel eigenlijk volledig mezelf. Dat ga je ze bieden. Ik ben Vinci en dit is Elias. Welkom op mijn kanaal. Vergeet niet te liken. Ik heb 1000 abonnees op mijn kanaal. Dan besta ik toch? Ik speel in Binti de film. Ik ben Joviaal, de papa van Binti. En dat is ook mijn achterdochter, Bebel. Flikken! De politie wil ons oppakken. We hebben niks gedaan hoor. We hebben geen papieren. Hoe was het om nu vluchteling te spelen? Ik ben een immigrant. Ik ben een vluchteling. Ik was een vluchteling van 2 jaar, van mijn 18 tot mijn 20 jaar. So, dat is een situatie dat ik kent een beetje. Nu, ik ben van België. Ik heb een Belgisch paspoort. Echt waar. Meneer van de politie, ik heb een Belgisch paspoort. Echt waar, zeker. Ik ben mijn papa kwijt. Papa! Elias? Papa zegt, als je geen papieren hebt, dat je leeft, maar niet bestaat. Hey, Pinty, je moet een video maken voor de Okapi site om bewustzijn te creëren. Take 23. Yo, ik ben Elias. Take 86. Ik vond het een heel erg mooie film en ook wel heel vernieuwend met dat vloggen, want dat had ik nog nooit in de film gezien. En jullie? Ik vond het ook wel spannend met meerijden. Spannend, hè? En dat het toch nog goed gekomen is op het einde? En het goed antwoord. Woo!
wel trots eigenlijk op heel de crew en cast eigenlijk. Want ja, ik heb dat natuurlijk niet alleen gedaan, we hebben dat met iedereen gedaan. Ik ben super fier op hoe dat er vandaag zit. Vond je het om jezelf zo op een heel groot beeld te zien in de cinema? Ik vond het wel een beetje gek, want je zei het dan natuurlijk niet gewoon. Maar ik vond het wel leuk om een keer zo groot te zien. Maar wel ook super bijzonder, ja. En is het jouw allereerste film? Ja, het is mijn allereerste film. Ik had er nu nooit eerder gedaan. Daarmee dat het ook super speciaal is voor mij. Maar ik vind het super leuk. Oké, dan heb ik zeker abonneren. Ik ga nu nog even naar Tatiana willen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Tatiana is nu in de vlogje. Vonden jullie dit een leuk filmpje? Ik alvast wel. Vergeet alvast niet te liken en te abonneren. Dag!